YouTube. Is het hier? Laatste keer dat ik een nieuwe computer heb gekocht. Dat is hem dus, jongens. De PC. Toen heb ik een roomtour video gemaakt over mijn nieuwe PC. Ik had hem zelf gemaakt. Helemaal zelf samengesteld. Of toch niet? Maar ik heb de PC niet gemaakt. Het was een big PC. Cold as fuck. Heel koud. Niet normaal. Hij heeft zijn werk goed gedaan. Hij heeft me groot gebracht op YouTube. Van de 300 sub special. Vanaf ik 300 abonnees heb. Druk ik even mee van een PC-kaart van 300.000. Het is tijd om, hem te vervangen. Ik heet u welkom. Jullie weten niet wat de fuck. Hij is een noobie. Niet wat de fuck hier allemaal is. Het. Hij is van MSI. Zoals velen van jullie waarschijnlijk denken dat het een campagne is. Fuck MSI. Fuck jullie hele fucking bedrijf. Ik heb deze zelf gekocht. Ik ging eerst gesponsord worden door MSI, maar dan heb ik een paar gewaagde uitspraken gedaan. Dus het komt erop neer dat ik niet gesponsord ben door MSI. En niet waar hier allemaal is het RTX 1080 5 terabyte geheugen, 64 gigabyte RAM. Dit zit er ook in, maar fuck MSI. Dus het leuke aan iets niet gesponsord krijgen, dat je het bedrijf toch nog kan uitschalden. Al heb je die PC. Ik ga heel mijn kamer verbouwen. Dat dus, is fucking good. King Alert is wel gesponsord daarin. Okay. In deze video ga ik spreken over hoe jullie gefucking brainwashed worden door alles. Iedereen brainwashed iedereen. Dat is hoe het werkt. Fortnite brainwashed die. Die 12-year-olds die spellen ook. Slurp juice. Dan krijg je die levens bij, je voelt je beter en shit. En je... Slurp juice. Als er iemand naar je komt in real life en zegt van yo, een slokje van mijn slurp juice. It's not gonna work on me. About to wake you guys up. Woke. Slurp juice. Slurp juice. Na deze video gaan jullie waarschijnlijk even woke zijn als mij. Over die slurp juice. Vertrouw dit niet. Dit is een insteker van Fortnite. Als er dan van die oude mannen naar je komen in de bar en ze zeggen van yo, you wanna taste my slurp? Don't. Wanna have a drink shield real fast in Fortnite? Here we have our shield juice. About the equivalent of a medium shield. So let's chug. Medium shield. In één keer. There's a big slurp juice. Full shield! Oh. Beat that. Big fucking slurp juice. Ik heb het niet alleen over videogames, ik heb het ook over cartoons. Iedereen brainwash die kinderen. Om op te zetten met dingen die heel simpel lijken in het spel of in de serie, waarvan je eigenlijk geen vragen zou stellen en eigenlijk gewoon denkt van ah! Slurp juice. Ik weet niet of jullie ooit Foster's Huis of Fantasievriendjes gekeken hebben. Je kan eigenlijk wel zeggen dat het gaat over slurp juice. Wat doet slurp juice met iemand? Wat gebeurt er als je hit neemt van die slurp juice? Wat gebeurt er als je een druppeltje slurp juice op je tong krijgt? Oh, slurp juice. Zie jullie zijn ogen? Die grote pupillen, die brede lach. Slurp juice. Wauw. Oh. Hierna kijk ik, toen ik klein was. Toen dacht ik waarschijnlijk van, yo, dit is waar gebeurt als je te veel suiker neemt. Dit is waar gebeurt als je 3 liter cola in één keer drinkt. Dan verander je gewoon in een fucking... Sheep. Yo. Je kan komen met de gekste theorie of zo, maar jij gaat mij niet uitleggen dat dit... En dit. Dat, wat zou dit zijn? Zijn kaken zo. Zijn ogen zo. Het is simpel. Slurp juice. Ik weet niet waarom ze dit en kinderseries staken die op Cartoon Network en zo waren. Maar het ding is gewoon, als maker van een cartoon, je weet daar waarschijnlijk alleen maar mensen van 12 en zo naar je ding gaan kijken. Dus die stellen hier geen vragen bij me. Als ik dit nu zou zien voor de eerste keer. Dat is goede slurp juice. Goeie fucking slurp juice. 10 euro, I'm ready. Samurai Jack. Als je dat niet kent, dan zou ik zeggen van, je gaat er echt geen fuck van snappen, man. Samurai Jack was misschien wel een van de hardste series die ik gekeken heb als kind. Er is één aflevering, en ik zag die laatst, en... Kijk, als kind moet je dan denken dat het niet echt bestaat. Dan moet je denken van, yo, er is waarschijnlijk enkel in die serie, er is enkel in die alien wereld. Dit bestaat wel echt. De mensen die dit gemaakt hebben, dachten waarschijnlijk van, yo, we gaan eens een hele dikke rave in de aflevering steken. Yo, dit bestaat echt. Let your ears feast to the flavor of the acoustic sound. Poef. Yo.
is een cool party, man. Zo zijn die schoolfestjes. Nu heb ik ook gehoord dat als school een festje heeft, dan het is gewoon die rave. In het begin stelde ik mij hier niet zoveel vragen bij. Ik dacht gewoon van, joh, heeft zo een toetje in zijn mond. Heeft zijn zonnebril aan. Hij is op een fest. Het begint allemaal toch duidelijk te worden wat die mensen deden die bij zo'n cartoonshow werkten, yo. Ik kijk hiernaar. Ik kijk hiernaar toen ik 11 was of zo. Ik vind het liedje gewoon hard hoor. Yo. En ze dragen ook gewoon zo'n kleren. Ik draag ook zo'n kleren, maar ik heb geen fucking toetje in mijn mond. Kijk wat er gebeurt als de DJ zijn final banger gooit. Yo. Poof. Ik vind het liedje hard, man. Ik denk dat ik ook naar een feestje ga vanaf daar. Wat? Rode ogen, blij gezicht. Ik niet dat ik het erg vind, ik vind het wel hard. Ik vind deze dingen allemaal fucking hard, maar als kind denk je hier niet bij na, yo. Die DJ speelt een liedje en is door iedereen zijn ogen rood, gerood en iedereen is blij. Slurp juice. We worden gebrainwashed van jongens af aan, van elke fucking kant. Fortnite, Samurai Jack, Foster's Huis voor fantasievriendjes. Het liedje blijft gewoon wel hard. De onwetendheid van iedereen die hier naar kijkt, inclusief mij. Nou, deze dingen bestaan gewoon echt. Ik denk dat ergens in je hoofd, dat al die dingen die je vroeger zag, ze blijven ergens steken hoor. Ze, niet dat je het vergeet, maar je denkt er gewoon niet meer aan. Dit is een stukje uit Ed en Eddie. Hey, maar deze serie? I like it, man. The man's uniform sure is crimping my skin. Mother Nature and me got a thing going on. This ain't right. You've been too much slurp juice. Timmy Turner aan de ethanol. Shit, wie maakt er deze? De guy die deze tekeningen maakt. And remember kids, if you find any drugs, bring them back to me immediately. Ik wist al lang dat deze guy, ik heb nooit vertrouwd. Hij baat dit skatepark uit, yo. Alsof het nog niet genoeg is. Hey, Victorious. Dat is de laatste serie die ik eigenlijk goed gevolgd heb op Nickelodeon ofzo. Zelfs zij hebben van de hardste onwettende verwijzingen gemaakt van alle kinderseries ooit, denk ik. Ze vervangen het in deze episode 100 tacos. Ik weet niet hoe, maar het is hem gelukt. Ik stelde me er nooit een vraag bij vroeger. Ik dacht gewoon van, oké, misschien waren het speciale tacos als ik dit niet terugzie. Ze zijn op dit moment echt gewoon allemaal fucking stoned. Dat denk je niet als je hier naar aan het kijken bent als kind. Maar ze spelen het wel goed. Give her some hot sauce. Give her some hot sauce. Oh shit. Chokes the hot sauce. I tell you, chicks cannot hold their hot sauce. Chicks cannot hold their hot sauce. Ik heb deze al lang niet meer gezien. Are we gonna be just like our parents? Vanaf jongs af aan. Alles en iedereen steekt altijd al instinkers en alles om ons groot te brengen en ons te confronteren met alles, maar ze vertellen het er niet bij, dus dan zie je het voor jezelf. Fucking 5 jaar erna zijn bedrogen door Nickelodeon, Cartoon Network, je spinnen scam. Fortnite is been lying to us the whole fucking time. We zijn gewoon voorgelogen. Heel ons fucking level lang. Heel onze jacht, het bestaat uit leugens. Sinterklaas, fake. De kerstman, fake. Slurp juice. Ik hoop dat ik jullie woke heb gemaakt. Denk twee keer na bij alles. Denk niet dat die aflevering ging over tacos. En we geheite saus. Dank wel om te kijken naar deze video. Ik ga met mijn mama op skireis in februari. Maart. Dan komen er ook video's. Zo, boys, smash your like. Natuurlijk mag je niet vergeten dat ik in elke video een t-shirt weggeef aan de beste comment. De winnaar van de vorige video. Het was moeilijk. Stinghoer. Dat was dus duidelijk wel de meme van de winnaar is ESC _ Kobinski. Maar zijn comment. Het is een liedje, snap je? Is een Stinghoer. Jij wint de t-shirt van de week. De winnaar van het t-shirt weet altijd dat hij gewonnen heeft als ik zijn ding vastgezet heb onder de video. Dus hey bro, ze is een stinghoer.
bedankt voor het kijken naar deze video. Onder deze video doet gewoon weer de beste comment. Krijgt gewoon een fucking t-shirt. Dat met jouw adres weet en de maat. En dan stuur ik die naar jou op. Komt allemaal oké. Boys. Hallo. Ik weet niet waar zijn kin is. Zijn nek. Zijn goed. Maar ik wou het. Deze guy. Deze guy. Nog steeds moet ik dit werk blijven. Oh, die partij won wagen. Hij won en een won wagen. Dat is vandaag. Stereotype. Wij zijn deze video.